Yo mensen, Nieuwk hier en welkom terug op Worldly Galaxies met vandaag aflevering 2 van deze serie hier op mijn kanaal. Op de vorige episode zitten we momenteel op de 154 likes, super bedankt daar weer voor. Maar nu gaan we gewoon eventjes heel snel deze episode induiken. Ik ga namelijk vliegensvlug een zwaard in elkaar zetten, een diamond sword in elkaar zetten. En het gaat me natuurlijk niet om de achievement, het gaat namelijk meer om de enderman die hier voor mijn huis staat. Ik heb namelijk voor deze episode van vandaag wel een aantal enderpearls nodig. Holy shit, calm the fuck down! Ik kijk alleen naar zijn voet, hij wordt meteen helemaal gek, die jongen. Oké, maar ik heb dus een stuk of, pak hem met 3 of 4 enderpearls nodig. Nou, en daar is dus in ieder geval de eerste. Helemaal mooi. En waarom krijg ik Monster Hunter? Ik had toch al een zombie gekild? Nou, het is allemaal wel. Oké, maar in elk geval, wat we allereerst dus eventjes gaan doen is wat enderman vinden. En dan moet ik dus 3 of 4 enderpearls gaan verzamelen. Dan kunnen we namelijk vandaag echt iets superhandigs mee gaan maken. Wat op zich wel een klein beetje overpowered is. Maar ja, wat ik altijd al zeg, overpowered dingen zijn er om gebruikt te worden. Zo, dan zijn we dus thuis aangekomen. En wat ik allereerst eventjes ga doen is mijn Enderman pet opladen. Dit kunnen we namelijk gewoon gaan doen aan de hand van een Obsidian Nugget. Kijk, maar dan kunnen we hem gewoon weer gaan gebruiken. Gooien we dit er terug in, want ja jongens, Obsidian Nuggets, wat is nou moeilijk aan om die dingen te gaan verzamelen. En nu we het toch over Obsidian hebben, ik heb voor het project van vandaag nog eventjes wat meer Obsidian nodig. Ik wil namelijk af gaan reizen naar de Nether. Maar voor ik dat ga doen, heb ik dus allereerst Obsidian nodig. En ik heb er in totaal dan 12 nodig, dacht ik. Ja, 12. Oké, dus die gaan we allereerst eventjes verzamelen. Maar natuurlijk hebben we gewoon helemaal beneden, hadden we de vorige episode al gezien, een dik obsidian meer, zo kan je het eigenlijk wel zien. Dus obsidian verzamelen zal niet een al te groot probleem gaan worden. Dus dat ga ik eventjes doen en dan gaan we zo met een afreizen naar de Nether, want daar gaat het project van vandaag beginnen. Oké, en ik moet weer eventjes wat vertellen. Het was namelijk weer zo, ik ging de opname terugluisteren en ja hoor, we hadden weer lekker een groot gezoom achter de hele recording. Ik denk alleen wel dat het vanaf nu opgelost is. Ik heb namelijk gewoon weer mijn hele setup helemaal uit elkaar gehaald. Had ik de afgelopen keren niet gedaan, dat ik gewoon wist dat het aardig weer wat werk was om alles goed neergezet te krijgen. Maar ik heb het toch maar eventjes gedaan en volgens mij heeft het wel zijn vruchten afgeworpen en kunnen we gewoon vanaf nu weer normaal recorden, zonder dat ik elke keer gewoon dik gezoom achter de recording heb. Want ja, het zat mezelf natuurlijk ook gewoon heel erg in de weg. Dat is ook gewoon de voornaamste reden dat ik de afgelopen weken soms gewoon niet dagelijks uploaden. Want kijk, je moet maar gewoon denken, als ik zeg maar zo'n video opneem en ik hoor dat er in één keer gezoom achter zit, dan moet ik eigenlijk gewoon opnieuw inspreken en dan moet ik dus eigenlijk 2 keer een video maken. Maar goed, ik wil niet al te veel mijn woorden meer aan kwijtmaken. Ik heb in ieder geval nu hier een nieuwe pet gemaakt in de vorm van de spider pet. Is namelijk een super handige toevoeging voor in de Nether. Richard had die tip doorgegeven van ja, joh, je moet die spider pet gaan maken. Daarmee ben je namelijk in staat, en zoals je ziet, om op muren te klimmen. Maar toen was ik er dus helemaal klaar voor, klaar om af te gaan reizen naar de Nether. En ik zal eventjes in het kort uit gaan leggen waarom ik nou eigenlijk naar de Nether wilde gaan afreizen. Allereerst namelijk gewoon voor een gloednieuwe tool in elkaar te gaan zetten, waar ik verder op terugkom aan het einde van de episode. Maar, daar had ik dus allereerst blaze rods voor nodig. En ik wist eigenlijk niet helemaal zeker of de Nether 100% veilig was. Want ja, zoals jullie weten, nieuwe modpack, nieuwe versie. En ik weet gewoon van heel veel mods niet wat ze doen. Dus eigenlijk wist ik totaal niet wat ik kon verwachten. En misschien was het ook niet helemaal slim om hier de Nether portal te gaan maken zo onder de grond. Want de span die jullie zo meteen gaan zien, dan ga je echt gewoon om huilen. Maar dat zien jullie allemaal zo meteen wel. Maar mijn allereerste doel is dus eigenlijk gewoon voornamelijk om blaze rods te gaan verzamelen. En daarbij wilde ik ook gewoon gelijk gaan kijken of ik dus die spider pet goed kon gaan gebruiken. Wat die spider pet namelijk ook nog meer kan, is dus op muren klimmen. Hij gaat eens in de zoveel tijd een string produceren, dus die komt dan gewoon in je inventory te zitten als je ruimte hebt. Hij kan ook, als je shift doet, kan hij als het ware blijven hangen op een bepaalde hoogte. En je hebt gewoon, zeg maar, als je hem opgeladen hebt, heb je een jump boost. Ook best wel een goede jump boost, zoals je ziet, namelijk jump boost 4. Dus daar heb je wel degelijk wat aan. Maar ik was er dus helemaal klaar voor, klaar om af te gaan reizen naar de Nether. En ja jongens, nu voel je me eigenlijk al een klein beetje aankomen. Het was namelijk echt gewoon een kutspan, een KUT-span. Want kijk, eerst dacht ik van nou, geen monsters, geen lava, helemaal geen rare dingen. Dit zal vast wel een goede span zijn. Tot ik probeerde om omhoog te komen in elk geval.
Toen was er namelijk echt gewoon overal dit dus. Overal waar ik ging graven. Ik wilde dus naar boven toe, weet je wel. Gewoon naar het platform boven de lava als het ware. Maar overal waar ik ook ging graven, was weer dus gewoon zo'n dik lava lake. Zelfs hier zou ik dachten, nou hier zit de oors. Wellicht dat hier een mooie doorgang is. Maar na een paar blokjes verder minen, kwam ik eigenlijk gewoon weer bij dezelfde uitkomst uit. Namelijk met een lekkere grote dot met lava in mijn oog. Nou, dat gelukkig dan weer net niet. En ja, ik was dus lekker bezig hier zo. En ik was niet echt aan het opletten. Met als gevolg dat hier de netherportal gewoon compleet was omringd met lava. Nou, toen was eigenlijk gewoon voor mij de maat vol. Ik dacht van, nou, dit gaat niet heel erg veel worden. Dus ik moet op een andere oplossing gaan komen. En toen kwam ik opnieuw uit bij opnieuw, jawel jongens, jullie voelen me aankomen, opnieuw een pet. En deze pet moest natuurlijk allereerst weer gemaakt worden aan de hand van wat diamond en aan de hand van wat gold. Want ja, ik had al aangegeven, eigenlijk voor elke inventory pet die je gaat maken, heb je sowieso een gold ingot en een diamond nodig. Maar ja, gelukkig had ik best wel wat diamonds gevonden de afgelopen episode. Dus daar hadden we in elk geval genoeg aan. En ik had heel erg veel geluk. We hebben namelijk ook voor deze nether pet, zo noem ik hem maar eventjes, hadden we namelijk ook wat nether quartz nodig. Maar ja, ik had al laten zien helemaal in het begin, toen ik echt net in de nether was, hadden jullie waarschijnlijk al door. Er was gelukkig wel wat nether quartz te vinden. En voor de rest hadden we eigenlijk alleen nog maar wat obsidian nuggets nodig. En voilà, daar is gewoon jouw simpele nether portal pet. Dus eigenlijk over het algemeen waren er niet echt ongelooflijk moeilijke items nodig. En met die nether portal pet kun je dus gewoon afreizen naar de nether. Ik wist alleen van tevoren niet of ik dan uit zou komen bij de normale spawn. Maar gelukkig jongens was dat niet zo. Je kunt trouwens deze nether portal pet gewoon gaan opladen natuurlijk weer. Aan de hand van wat nether quartz in dit geval. Maar je doet dus gewoon simpelweg rechtermuisknop. En dan zul je uit gaan komen in een nieuwe spawn van een nether. Ik deed dat dus en toen dacht ik echt van, wat de fuck gebeurt hier nou weer? Ik stond namelijk gewoon niet in de nether. Nee, ik stond er gewoon lekker met beide voeten bovenop. Dus toen dacht ik echt van, what the fuck? Is het nou fout gegaan? Is het nou een glitch? Maar toen zag ik al in de verte een toren staan. Toen dacht ik van, nou, ik denk dat het gewoon dan wel op deze manier moet. Dus ik ging dus even naar de toren toe rennen. En gelukkig kwam ik toen inderdaad uit in de nether. Maar toen ik aankwam dacht ik echt van, wat de heck is dit nou weer? Want als je bovenop de nether spant, dan kom je natuurlijk gewoon bij lange na nooit meer in. Want er zit allemaal bedrock bovenop. Maar goed, het zal wel, ik denk dat het een toevoeging is van die mod zelf van inventory pets. Maar ik zou het niet helemaal precies weten. Nou, je ziet ook wel, ik was vrij hoog op de nether gespant. Maar gelukkig met als eindresultaat wel echt dat ik daadwerkelijk in de nether was. Natuurlijk is het ook wel lekker dat die zombie pikmin me niet attacken. Want ja, ik ben momenteel gewoon echt Minecraft SOS gewend. En als je dan in de nether komt, dan weet je gewoon meteen 100% zeker weten gegarandeerd dat je moet gaan rennen voor je leven. Want natuurlijk komt daar echt alles wat er gewoon loopt, komt achter jou aan. Maar ik was dus aangekomen in de nether. En nu was ik hier ook echt gewoon om het nether fortress te gaan zoeken. Gelukkig was het niet al te moeilijk om het nether fortress te gaan vinden. Want ik was gewoon een beetje rond aan het kijken hier zo. En eigenlijk gewoon binnen hier een 50 meter vond ik al zo'n nether fortress. Ook was ik gelijk even aan het kijken of ik wellicht nog wat andere dingen zag. Wat nieuwe dingen zag van de toegevoegde mods. Maar volgens mij over het algemeen is de nether vrij normaal gebleven. En is niet echt gewoon geïnfecteerd door de nieuwe mods. Maar ja, ik moest dus eventjes heel snel een nether fortress gaan vinden. En toen ik deze uiteindelijk gevonden had, twijfelde ik natuurlijk gewoon geen moment jumpticker in. En toen kon de zoektocht naar blazes gaan beginnen. Ik had namelijk niet echt heel erg veel blazes nodig. Ik had er maar 2 nodig of zo. Ik moet namelijk Eyes of Ender gaan maken. Maar daar kom ik zo meteen wel op terug. Ik zag rechtsboven op de map al wat blazes staan. Dus natuurlijk was ik daar gewoon naartoe gerend. Ik ging ze gewoon helemaal kapot maken. De eerste had helaas nog geen blazewot achtergelaten. Ik had hiervoor ook al een blaze gekillt trouwens. Die had wel een blazewot achtergelaten. Dus ik had er nog maar eentje nodig. En kabam, daar was al de laatste. En dat bracht dus op een totaal van 2. En opeens uit het niets begon deze zombie pigment te hitten. En toen was ik eventjes in paniek. Heel snel die nether portal pet erbij pakken. Rechte muisknop. En we waren gewoon weer helemaal veilig. Holy shit jongens. In deze episode heb ik wel weer een paar gevaarlijke momentjes meegemaakt in elk geval. En toen was ik opnieuw mindfucked omdat ik opeens op mijn dak stond. Ik dacht van, hoe kom ik hier nou opeens weer? Echt gewoon recht boven op mijn dak. Man to be of zo, ik weet het allemaal niet. Maar ik had er dus gewoon genoeg blaze powder verzameld om ook echt daadwerkelijk te gaan combineren tot een Eyes of Ender. 3 daarvan. En 2 van die Eyes of Ender had ik sowieso al nodig om de tool waar ik het net over had in elkaar te gaan zetten. Dat is namelijk een tool die super handig gaat worden in de nether zelf. Want ja, we zagen het namelijk al dat ik die nether portal pad steeds nodig had. En dat werkt gewoon niet echt bepaald super goed of zo. Dus we gaan gewoon een tool in elkaar zetten in de vorm van de teleporter van Lemon Simple Teleporter. En daar heb ik dus 2 van die ender crystals voor nodig. Ook nog 4 blocks of quartz en ook nog 1 blok of gold. Maar eigenlijk gaat het gewoon puur en alleen om de ender crystals die een beetje moeilijk zijn om te maken. Die maak je namelijk dus gewoon met een eye of ender in een furnace. Dus ja, we wachten er nog op. We smeten het er gewoon in. En eigenlijk waren er gewoon 3 van die kristallen binnen. Maar ja, we hebben er dus 2 nodig voor de teleporter zelf. En eentje daarvan moeten we gewoon zometeen nog apart gaan gebruiken. Daarom heb ik er gewoon gelijk 3 gemaakt. Uiteindelijk wil ik echt gewoon heel veel gebruik gaan maken van deze teleporters. Want het is echt gewoon een super goed
goedkoop alternatief om heel erg snel door jouw wereld heen te gaan reizen. Dus ik denk dat het zeker weten een mod is die we in de gaten moeten gaan houden dit jaar. Super awesome mod, maak je eigenlijk gewoon heel erg simpel. Maar nu is het dus gewoon tijd om de rest te gaan verzamelen. Zo had ik dus alle spullen verzameld en toen was het eigenlijk gewoon simpelweg tijd om de teleporter in elkaar te gaan zetten. En vanaf daar konden we dus eigenlijk heel erg simpel die tool neer gaan zetten in de Nether. Ik moet er wel eventjes bij vermelden, de teleporter gaat niet werken over dimensies. Dus je kunt zeg maar niet vanaf de overworld naar de Nether gaan teleporten en weer terug en dat soort dingen. Dus dan moet je teleporter wel echt gewoon binnen de overworld en binnen de Nether. Moet je dus gewoon wel aparte teleporters gaan gebruiken. Maar dat maakt de functie en de handigheid ervan natuurlijk niet minder om. Ik had dus gewoon de teleporter hier in elkaar gezet en de andere, de derde Ender Crystal kon ik gaan gebruiken om als het ware eraan te gaan linken. Je kunt namelijk dat Ender Crystal kun je gaan bekijken en dan zie je momenteel staan unlinked. En dat unlinked kun je natuurlijk gewoon linked van gaan maken aan een bepaalde locatie. Dit doe je aan de hand van shift rechter muisknop. Oftewel, ik reis er gewoon even opnieuw af naar de Nether. Ik pak het Ender Crystal erbij, shift rechter muisknop en kabam, daar gaan we dan. En dat heeft dus gewoon een locatie dan. En denk er wel aan, dit kristal kan je gewoon ten alle tijde hergebruiken. Dus ben je er eventjes klaar mee met een bepaalde locatie, kun je gewoon simpelweg je Ender Crystal er weer uitpakken uit die teleporter en kun je hem gewoon weer gaan linken aan een ander gebied. Oftewel, je kunt hem als het ware gewoon gaan recyclen, opnieuw gaan gebruiken. Super handig ook weer gedaan. Maar toen was het dus tijd om de teleporter ook echt daadwerkelijk neer te gaan zetten. Dus zo gezegd, zo gedaan, afgereisd richting de Nether. Maar ja, natuurlijk zaten we bij de Nether portal, bij de normale span, zaten we nog altijd een beetje met een klein, ja, minderheidje, een klein probleempje. Namelijk gewoon het feit dat de hele Nether portal omringd was met lava. En ik heb goed mijn best gedaan om het niet zo lelijk mogelijk te maken. Nee, het is natuurlijk gewoon, het ziet er niet uit, maar het werkt wel. En wat ik altijd al zeg, het moet werken. Het hoeft niet per se mooi te zijn op Minecraft. Als het werkt, is het gewoon altijd goed. En ik heb natuurlijk hier Richard niet om dingen mooier te maken en zo. Dus ja, je kan denk ik wel verwachten dat uiteindelijk bij episode 30 dat deze Netherportal er nog steeds zo uitziet. Maar ja, hopelijk vergeven jullie mij. Maar toen was het dus tijd om de teleporter neer te gaan zetten. En simpelweg gewoon rechtermuisknop te doen met de Ender Crystal erop. En toen konden we eigenlijk gewoon simpelweg teleporten. Dit doe je gewoon door middel van het indrukken van shift. En toen liep de wereld vast, dus toen moest ik eventjes heel snel de wereld opnieuw opstarten. Wereld opnieuw opgestart zoals je hier ziet. En toen inderdaad was het eigenlijk gewoon een bevestiging dat de teleporter vanaf nu gewoon perfect gaat werken. Uiteindelijk ga ik hier natuurlijk ook nog een teleporter terug naar de Nether Portal maken. Dat ik echt gewoon die Nether Portal pad helemaal niet meer nodig heb. Want hij werkt natuurlijk wel handig. Maar dan moet je elke keer weer gewoon zeg maar Nether Quartz met je meenemen. En elke keer die pad met je meenemen. Oftewel, dan heb je eigenlijk al gewoon standaard 2 inventory space die je minder hebt. En ik ben al niet zo'n held in het opruimen van mijn inventory en het schoonhouden ervan. Dus ja, het is nog niet echt bepaald ideaal op die manier. Oké, jongens, en vanaf nu praat ik gewoon weer helemaal compleet live. Ik wil namelijk heel erg snel een beginnetje gaan maken aan een gloednieuwe mod. Echt wel, denk een van de mods met de meeste potentie van 2016. We moeten deze mod echt gewoon heel erg goed in de gaten gaan houden dit jaar. Want dit kan echt gewoon een super grote mod gaan worden. Het is een soort van magische mod, maar ook met een paar technische dingetjes. Ik weet niet, je kan het er een beetje tussenin zien. We gaan maar gewoon snel beginnen. Ik heb het namelijk over een van de nieuwste mods dus, over Intangible. En Intangible gaan we dus gewoon eigenlijk vandaag een klein beginnetje aanmaken. En waar je mee begint is met het maken van een zogeheten soulbone. En een soulbone heb je natuurlijk allereerst, lijkt me vrij logisch, een normale bone voor nodig. En die bone moet je eigenlijk gewoon simpelweg mee gaan nemen. Zo. En dan moet je simpelweg een dier ermee gaan killen. Het kan een schaap zijn, kan een kip zijn, noem het allemaal gewoon op. Dus even kijken, kan ik hier een kipje vinden? Kipje, 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 kipje. Ik zie er wel eentje op de map, maar die loopt wel een beetje verderop. En het regent natuurlijk weer, want ja, dat moet natuurlijk gewoon altijd gebeuren in mijn Let's Play series. Even kijken, hier staat een kip. Kijk, die gaan we dus gewoon afmaken door middel van het bot. Denken wel omdat de laatste hit, dus echt gewoon de, zeg maar, de hit waarmee de kip doodslaat, die moet wel echt met het bot zelf zijn. Dus dan gaan we dan. Kip, kom hier. Kip, kom hier. Ik zie ook niet hoeveel levens hij heeft. Dat is een beetje vervelend. Ja, kijk, hij is nu dood. En nu krijg je dus gewoon deze melding, namelijk Discovery Soulbone. En dat zal gaan betekenen dat vanaf nu gewoon de mod gaat beginnen. Oké. Vervolgens ga ik eventjes een bucket met water meenemen. Die heb ik trouwens al bij me. En dan gaan we terugkeren naar ons huis toe. En ik ben ook gewoon gelijk eventjes de mine ingedoken. Ik heb namelijk een klein beetje lapis nodig. En vanaf nu hebben we eigenlijk gewoon simpelweg alles. Je hebt namelijk alleen gewoon een bot nodig en lapis nodig. 1 stukje lapis. En dan kun je gewoon ook gelijk gaan beginnen met deze super awesome mod met Intangible. Je kan het ook gewoon natuurlijk gewoon hier in de grot doen. Zal ik dat doen? Nee, ik ga gewoon eventjes naar boven toe. Ik ga namelijk gewoon een soort van Intangible gebied achter mijn huis creëren. Dan kan ik dat namelijk altijd nog inbouwen. Of eigenlijk beter gezegd opbouwen met een huis eromheen. En zo mocht dat nodig zijn. Maar wat we nu dus gaan doen is eigenlijk gewoon simpelweg de soul
Skullbone en de Lapis combineren in een gat met water. Dat is namelijk eigenlijk gewoon wat je ten alle tijde moet gaan doen als je begint met Intangible. We gaan namelijk gewoon allereerst beginnen met het maken van een soort van guide, weet je wel. Gewoon een soort van Tamanamakun, maar dan van Intangible. En echt jongens, geloof me. De guide van Intangible, dat is echt op een super epic manier gedaan. Het is echt gewoon de moeite waard om dat te gaan maken. Het is echt gewoon, zeg maar, ook al gebruik je hem niet, je kan hem alsnog gewoon in elkaar zetten omdat hij gewoon zo super awesome werkt. Maar we gaan dus gewoon hier een gaatje met water opvullen. Klinkt trouwens ook wel heel erg nasty weer, maar dat maakt allemaal niet uit. Soulbone erbij, Lapis erbij. En als het goed is, gaat het dan borrelen. Even kijken, ja, kijk, er komen er van die bubbeltjes vanaf, van die particle effects vanaf. En nu gaan wij gewoon eventjes, toedeledokie zeggen tegen dit ding. Dit gaat namelijk wel een paar minuutjes duren. Dan gaat er namelijk een kristal gevormd worden. Maar daar komen wij zo meteen dus op terug. Dan kunnen wij in de tussentijd vast gaan kijken wat we nog meer nodig hebben van deze super awesome mod. Even kijken, gaan we weer de mod erbij pakken, Intangible. En dan gaan we eigenlijk gewoon beginnen bij het begin, namelijk met het in elkaar zetten van de volgende tool. Even kijken, hij staat hier zo, namelijk de Circuit Stamper. Met deze Circuit Stamper kunnen we namelijk gewoon eigenlijk alle recipes van deze mod zometeen gaan maken. En die maken we aan de hand van een piston, aan de hand van een iron casing die met 5 iron te maken is. En ook nog 2 redstone'tjes. Gaat helemaal goed komen, ik ga het even maken en dan kom ik zometeen weer bij die terug. Zo heb ik een aantal spelletjes erbij gepakt, waaronder dus gewoon dit raw iron wat je gewoon simpelweg kan gaan krijgen door middel van het minen van wat iron ore. Heel erg simpel te verkrijgen dus. Oké, we gaan even kijken. We gaan deze circuit stamper in elkaar zetten. We beginnen bij de piston, die is dan binnen. Dan gaan we natuurlijk gewoon de iron casing in elkaar zetten. Let's go. En dan gaan we alle items met elkaar combineren tot aan 1 item, genaamd de circuit stamper. En dit is als het ware een tosti ijzer, tenminste dat vind ik hem op lijken. Ik ga hem gewoon ook even achter mijn huis neerzetten. En jongens, zeg nou eerlijk, ik moet even achterlaten in de comments. Dit lijkt toch gewoon enorm op een tosti ijzer. Tenminste dat hij dan zeg maar in plaats van 2 gaten heeft waar je iets in legt, nu 4 gaten. En dit dingetje kan je zo meteen gaan controleren aan de hand van een redstone signaaltje. En dat redstone signaaltje ga je echt zeker weten nog vaak terugzien als we met Intangible aan de slag gaan. Oké, even kijken. Heb ik hier nog ergens een stick liggen? Jawel, die heb ik hier liggen. Oké, dan pakken we hem eruit. Stikje, bam, en die gaan we combineren met een cobblestone. Zo, en dat geeft ons een lever. Natuurlijk moeten we allereerst eventjes wachten op ons hele kristal tot hij volgroeid is. Tot we ook echt daadwerkelijk dit dingetje kunnen gaan gebruiken. Helaas heeft het kristal andere ideeën, want hij groeit er niet echt bepaald wat je zegt heel erg snel of zo. Hij moet namelijk echt helemaal uitgroeien tot aan, nou, ongeveer zeg maar deze hoogte of zo. En dan moet hij als het ware 4 kristallen als het ware eruit steken. En als hij klaar is, kun je rechte muisknop erop doen. En dan zal hij een geluidje gaan produceren. Dus zo kan je eigenlijk herkennen aan dit kristalletje dat hij helemaal volgroeid is. Maar ik ga dus even wachten, ik ga lekker de video bewerken en dan kom ik zo meteen weer bij die terug. Oké, jongens, hij is inmiddels dus aan het groeien, maar eventjes één dingetje. Dit ziet er toch gewoon echt heel fout uit of ligt dat aan mij? Nou, ik weet allemaal niet. Hij gaat dus in totaal nog 3 van die staven produceren en als dat het geval is, dan is hij helemaal klaar. Het gaat echt nog wel een kwartiertje, 20 minuten duren, denk ik. Maar ja, de tijd heb ik gelukkig wel. Dus wacht nog eventjes en dan kom ik zo meteen weer bij die terug. En dan kunnen we gaan kijken wat we nou eigenlijk met het kristal en natuurlijk met Quinn's Tosti IJzer kunnen doen. Bieden weg! Zo, het kristal is inmiddels volledig volgroeid. En wat ik al zei, dat kun je dus zien in de volgende dingen. Hij heeft namelijk 4 uitstekende staafjes. En je kunt de rechte muisknop op doen. En dan maakt hij dit geluid. Oké, ik weet nu al gewoon dat je dit dingetje niet aan Richard moet geven. Want die gaat de hele tijd gewoon zenuwachtig lopen tikken. Maar goed, we gaan hem gewoon lekker gewoon even harvesten. Met de pickaxe en voilà. Je krijgt er ook gewoon gelijk 2. Dat is geluk, want je kan er 1 of 2 krijgen. Ik weet niet precies hoe dat allemaal geregeld is. Maar ik heb er dus gewoon vanaf nu 2. Eentje kan je zelfs volgens mij terugplanten. Kan dat? Ik denk het wel. Oké. Maar, we gaan nu dus een tosti-ijzer gebruiken. Dat gaan we heel erg simpel doen. We gaan dit dingetje namelijk gewoon linksboven plaatsen. Vervolgens gaan we deze soulbones hier plaatsen. Ik heb er namelijk nog eventjes 2 verzameld. Aan de hand van het killen van wat squids door middel van een bodem in mijn hand. En we gaan het onderaan afronden met wat redstone. Dingetje naar beneden toe. En het tosti-ijzer is gewoon compleet klaar. De tosti is klaar. En dat is dus gewoon in de vorm van een knowledge gem. En dit is eigenlijk gewoon jouw handleiding voor deze mod. En we gaan gewoon even kijken hoe het er allemaal uitziet. Want ik gaf namelijk net al aan dat deze handleiding alleen al gewoon, zeg maar, die ziet er al zo super awesome uit. Ook al gebruik je hem niet. Je moet hem alsnog gewoon gaan maken. Je doet namelijk rechter muisknop. En dan schiet hij als het ware een soort van lichtschicht. En dan kan je hiermee kan je gewoon eigenlijk corresponderen. Je kan namelijk gewoon alles lezen wat er te vinden valt in deze mod. En je kan zelfs 2 dingen tegelijk spannen. Kijk maar, je kan daar eentje en daar eentje. Dat je op verschillende pagina's kunt gaan kijken. En ben je er klaar mee, dan kun je 2 dingen doen. Of je drukt op kruisje helemaal onderin. Of je rent gewoon weg. Dan zal die ook gewoon gaan verdwijnen als je ongeveer 20 meter verder weg bent. Kijk maar, dan gaat die ook gewoon weg. Super awesome. Vanaf de volgende episode gaan we dus echt gewoon kijken wat we met deze mod kunnen. En kunnen we ook echt gaan kijken welke nieuwe dingen er allemaal zitten in deze modpack. We hebben namelijk vanaf nu toegang tot de Nether. Tot aan de Nether Fortress. We kunnen in de overworld eigenlijk gewoon simpelweg alles doen. We zijn er gewoon helemaal klaar voor. Klaar voor het grote werk. Bedankt voor het kijken in deze episode.
episode. Heb je nou van genoten, dan zeker een blauw duimpje omhoog. En laat ook zeker weten in de comments achter of jullie ook zo'n zin hebben in alle gloednieuwe mods. Ik in elk geval wel. Helaas heb ik nog geen nieuwe Lucky Block mod kunnen vinden. Ik dacht namelijk dat hij al uit was. Hij is inderdaad ook al uit voor 1.8, maar niet voor 1.8.9. Dus dat is nog eventjes wachten en zo. Hopelijk kunnen we alsnog gewoon lekker van likes halen. Bedankt voor het kijken jongens en tot de volgende keer bij een gloednieuwe aflevering van Worldly Galaxies. Peace.